Toch waar u voor gekomen bent, nietwaar? Is het niet fantastisch om getuige te kunnen zijn van het diepe, van het pure verleden? Is dat niet om te koesteren, om te conserveren, dames en heren? De echte, ware schoonheid, zeg ik u, is onder ons. Waar is het? Geduld, geduld. Dames en heren, kijk u eens, wat fantastisch. Prachtig, jongens. Dankjewel. Dank jullie voor je komst. Het is geweldig leuk dat jullie ook gekomen zijn, zeg. Want je gaat iets heel erg moois meemaken. Dames en heren, ik zeg maar zo, de jeugd heeft de toekomst. Hè? En voor jullie gaat die toekomst nu beginnen, vandaag, met een vondst uit het verleden. Nou, is dat niet cool? Jullie moeten even wachten, hè. Het gaat zo beginnen. Kijk jullie maar even rustiger op. Ja, doe dat maar even, jongen. Oh, 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 nee. Niet deze kant op, hier niet. Hier op deze plek moet je absoluut niet komen. Ga maar niet naar door. Zoek maar een plek met u. Weet ik hem. Oh, zo wat. Nou, kijk, nou zeg, kom er nog een bus. Nou, geen plaats meer voor. U bent wel erg laat, hè? Hallo, u bent wel erg laat. Zoek maar gauw even een plekje op de tribune, hè? Ja, dat is makkelijk gezeten. Kijk toch zelf, de grote Germanie is vol. Nou, zoek dan maar ergens anders een plekje. Maar niet hier, niet hier. Hier mag niemand komen. Deze toren moet vrij blijven. Gaan we daar met die stoelen, pak een stoel.